Ligt lekker, hè? Nieuwe bed. Heerlijk. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb lekker een beetje uitgeslapen tot 7:30. Dat is weer heel erg lekker. Nu ben ik gewoon nog even een half uurtje in bed aan het liggen, YouTube-video's kijken en zo. Want dat moet ook natuurlijk af en toe gebeuren. Even ontspannen. Verder heb ik zin in vandaag. Ik ga veel doen, leuke dingen doen en dat komt helemaal goed, denk ik. En weet je wat er gebeurd is vandaag? Oh, dit is echt vreselijk. Oké, ten eerste heb ik mijn wenkbrauw echt in maanden niet geplukt, want dat wil ik vlak voor de bruiloft doen. Maar ik weet niet of je het kan zien. Ik ben gewoon door een mug hier geprikt. Het is echt waar. Maar goed, beter op mijn wenkbrauw geprikt dan midden op mijn gezicht. Zo op je voorhoofd, op je wang. Want dat lijkt natuurlijk gewoon puisten. En dat wil ik natuurlijk liever niet. Maar ik ga proberen er niet aan te jeuken. En dan komt het goed. Zo, ik heb heerlijk ontbeten. Ik zit nu weer op mijn vaste plekje op mijn bureau. Nee, niet mijn vaste plekje. Het bureau staat er nog maar kort. Maar ik ga weer verder aan de slag met het rooster. Voor alle helpers die komen helpen. Mocht je denken, waarvoor komen ze helpen? We hebben bij het feest hebben we tieners gevraagd van de kerk. Allemaal hele lieve, leuke tieners. Die komen helpen in de bediening, zeg maar. Dus die gaan drankjes inschenken en vaat doen en zo. Maar er komt nog best wel bij kijken wat er dan allemaal moet gebeuren. Dus dat ben ik allemaal in een rooster aan het zetten. Wie wanneer wat doet. En ik denk dat ik er iets meer werk van maak dan eigenlijk nodig is. Maar ik wil gewoon dat zij duidelijk weten wat ze moeten doen. Dat ze niet op de dag zelf staan. Ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. Want dat is voor hun heel onprettig. En voor ons, ik vind het niet erg als er een paar bekers niet opgeruimd worden. Of als er net iets misgaat. Dat maakt precies niet uit. Maar het is voor hun, denk ik, heel onprettig als ze daar staat van ja. En nou, dan... dus ik ben er even mee bezig. Ik heb net lekker ontbeten. En ik ga aan de slag. Ik ben ondertussen op Spotify. Heb ik de liefdespeellijst even aanstaan. Dank u. Want we hebben voor als we het gemeentehuis binnenkomen lopen nog helemaal geen lied. En Daniel en ik hebben niet echt ons liedje, zeg maar. Sommige stelletjes die hebben dan echt ons liedje. Die dan echt op hun... ja, dat het echt een speciaal lied is of zo. Dat hebben we niet echt. Dus ik dacht, ik zet die playlist even aan. Misschien kom ik leuke liedjes tegen. Je weet het nooit. Ondertussen kan ik dan lekker werken. I'll be Edwin McClain. Ik ken al die liedjes ook niet. You're not the one. Daniel Bedingfield. One call away. Oh, she's the one. Van Robbie Williams. Het is wel een leuk liedje, maar ik ga niet Robbie Williams draaien. Nou, ik ga nog even verder luisteren. Ik heb alle roosters af en ik heb alles gemaild. En ik durf gewoon niet te verzenden te drukken. Ik ben een beetje bang dat er iets niet klopt. Maar ik ga het maar gewoon doen. Dit was echt de grootste taak nog die ik moest doen. Dus het is heel fijn als dit is afgerond. Verstuurd. Het is 12 uur. Ik ben nog steeds in mijn pyjama. Maar de roosters zijn gemaild. En ik heb nog wat andere mailtjes eruit gestuurd. Dus dat is heel erg fijn. En nu gaan we lekker eten. Lekker chili. Ik heb lekker gegeten. En nu ga ik beginnen met inpakken. Ik dacht ik begin bij de werkkamer. Omdat dat echt een puinhoop is. Er zitten veel bruiloftsspullen die nog wel hier moeten blijven. En veel dingen die wel naar het nieuwe huis moeten. Dus ik ga gewoon beginnen met inpakken. En ik ga het gewoon een beetje filmen. Ik heb trouwens, oh dat is wel een goede verhuisdozen van Gamma. En deze zijn echt geweldig. Ze zijn heel erg fijn. Lekker stevig. En ze zijn wel duur vind ik. Maar dan heb je wel wat. Ik heb hier twee, hoe heet dit? Badhanddoeken, die moeten ook verhuisd worden. Maar daar doe ik dan de breekbare dingen in. Zoals deze vaas of die cactus. Die kunnen dan hier inwikkelen, zodat ze niet kapot gaan. En dan heb ik de handdoeken ook meteen verhuisd. Nou, dit is alles wat uit mijn werkkamer komt. Staan daar nog plantjes. En hier staat afval. Drek moet nog mee. En daar staan echt alle bruiloftdingen. En hier nog dingen die ik nog nodig heb. Dus de werkkamer is eigenlijk klaar. Ik ga even douchen en dan ga ik de slaapkamer inpakken. Zo, ik ben aangekleed en wel. Ik heb mijn korte broek aan, want volgens mij is het warm weer. En ga met dozen sjouwen. En ik heb hier alle dozen die moeten naar zolder in ons huisje. En mijn vader heeft van hier op zolder al heel veel dingen beneden gezet. Dus ja, we gaan nu denk ik gewoon dozen sjouwen. De auto is er helemaal vol, dus we gaan nu naar het huisje rijden om daar alles weer uit te laden.
Zo, lekker vol. Haha. Het gedeelte van de uitzet staat nu hier en is ook heel veel naar zolder gegaan. Dus dat staat nu allemaal hier. Dat hebben we netjes hier. Mijn vader dat opgestapeld. Helemaal goed. We komen thuis en er staat een heel mooi bos bloemen op mij te wachten. Die hebben we van de kerk gekregen. Dus dat is wel heel erg leuk. Een hele mooie bos ook. En ook deel 2 en het laatste deel van vandaag is in de auto. Zo, alles is boven. Hier staat een heleboel en hier staat een heleboel. En dat ga ik nu even uitzoeken. Dus waar moet het heen en wat is een handige plek. Dus dat is wat ik ga doen. Ik heb nu bij de keuken, daar is de keuken, heb ik alle dingen voor in de keuken gezet. Dus de dozen die daar allemaal in moeten. Dus ga even kijken wat we waar doen. En Daniel komt eraan. Hey! Ik ga heel even de pannen in de kast doen. Nou, moet je kijken hoe stom. Er zit dus een papiertje van de pannen gewoon in vastgeplakt met een soort... Ik vind het niet leuk. Stom. Nou ja, dan gaan we dan nog een keer wassen of zo. Ik zet ze voor nu wel even in de kast. Nou, die past eigenlijk perfect. Dus dat is wel fijn. Kijk wat ik vind in de doos. Kijk wat ik heb lieverd. Lekker het met een bed? Het zat in een doos. En dit wordt ons bed. Leuk, jongens. Nee. We kunnen vast in bed gaan liggen. Ligt lekker, hè? Nieuwe bed. Heerlijk. Nou. Gaan we verder. Zo, we hebben hard gewerkt, dat kan je ook wel zien. Maar hier staan nog spullen voor de woonkamer en andere dingen. Die pak ik de andere keer uit. Want we moeten zo ook weg. Maar ik heb wel de planken ingedeeld. Ze staan alle dingen op. En de kastjes. Ik ben nog niet helemaal tevreden met alles. Maar ik denk dat dat ook een beetje in de loop van de tijd dat je er woont, dat dat dan wel weer komt of zo. Dat je dan denkt, oh, dit is toch handiger daar of zo, of toch hier. En Daniel is bezig met gaatjes in muren. Hij heeft de spiegel opgehangen en hij heeft me nodig. Ja, wat is het? Zeg het eens. Oh ja, dan gaat nu de spiegel ophangen. Ja, hoger, iets hoger. Oh, je hebt mijn handen ook nodig. Ja, ik heb je handen nodig. Oh, dan stop ik even met vloggen. Doei. Oh, onze lampjes die doen het. Ze hangen heel leuk boven ons bed zo. Vind ik echt ontzettend leuk. Maar we gaan er nu vandoor, want we gaan naar de ceremoniemeesters wat dingen doorspreken. Voor de bruiloft. We zijn nu aangekomen bij de ceremoniemeesters. Dus dan gaan we even eten en dingen bespreken. We zitten inmiddels weer in de auto terug. Het was heel fijn om even de ceremoniemeesters gesproken te hebben. Ook om wat dingen door te nemen en taken door te nemen. En we hebben daar heerlijk pompoensoep gegeten. Een van mijn lievelingssoepen, dus dat was heel erg leuk. Ik ben een heel klein beetje gestrest. Maar dat komt helemaal goed. Ik wil bij deze... Niet lachen. Nou... we rijden nu weer naar huis en ik ga dan gewoon thuis lekker slapen, want ik ben ook wel moe en het is gewoon klaar voor vandaag. Ik ben gewoon klaar en mijn hoofd is nog een beetje op hol, dus ik ga nu gewoon mijn hoofd even leegmaken en dan lekker slapen. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Doe een duimpje omhoog als je het een leuke vlog vond en dan zie ik je morgen weer.